Richie Bruins, van de week maakte jij bekend dat aan het eind van het seizoen dat je stopt met betaald voetbal. Heb je veel reacties ontvangen op het bericht? Enorm veel reacties, enorm. Dus ja, dat is mooi, dat is leuk. Mijn telefoon stond rood gloeiend. Ik denk voor elk bericht wat ik beantwoordde kwamen er 6 nieuwe berichten binnen. Dus wat dat betreft, ja, dat is wel mooi om te zien. En waren mensen verbaasd dat je deze beslissing genomen? Nou ja, ook. Ik denk dat er heel weinig jongens waren die er vanaf wisten. Dus uiteindelijk... uiteindelijk kwam het veel voor mensen als een verrassing in. En dat merkte je ook wel in de berichten. Je gaat je richten op je trainerscarrière. En die begint, zoals bekend, dan eerst in de jeugd van Excelsior. Maar dat gebied heb je ook wel ambities. Nee, absoluut. Ik ben nu inmiddels al 3 jaar jeugdtrainer. Dit is mijn 3e jaar. Aankomend jaar de nieuwe cursus doen, de WVA. Nou, dat is eigenlijk de volgende stap. En eigenlijk best wel een grote stap, denk ik, in de trainerscarrière. Dus wat dat betreft heeft dat gewoon prioriteit en is dat gewoon heel erg belangrijk. En daar kan ik me dan volgend jaar volle focus op richten. Voorlopig hebben we nog even een aantal wedstrijden te gaan in dit seizoen. Hoe kijk je daarnaar, naar het laatste aantal wedstrijden van dit seizoen? Nou ja, eigenlijk niet anders als de voorgaande wedstrijden. Misschien het enige is dat je misschien iets meer gaat genieten. Maar goed, de laatste 4 tot 6 weken, 1,5 maand, ben je er al wel een beetje mee bezig. En spookt het wel door je hoofd. Dus wat dat betreft ben je ook wat extra aan het genieten. En althans, zo voel ik dat zelf. Hè. Soms kan het ook zichtbaar zijn, maar hoeft niet per definitie zo te zijn. Maar goed, dat is wel wat de aankomende wedstrijden ook wel een beetje voor mij in het teken staat. Van gewoon genieten van de laatste wedstrijden op dit niveau. Ja, wat kan Excelsior nog bereiken in die laatste periode? Ja, heel moeilijk denk ik. Ik denk er komen nu wedstrijden op papier komen eraan die we eigenlijk moeten winnen. Maar goed, dat zegt ook niet altijd alles, hebben we laten zien dit seizoen. En daarnaast krijgen we nog heel veel ploegen die ook boven ons staan. Nou ja, daarvan weten we dat we er volgens mij enkel en alleen... gewonnen hebben van Volendam. Dus wat dat betreft voorspelt dat voorafgaand niet veel goeds. Maar goed, wat ik zeg, we gaan wedstrijd per wedstrijd bekijken. En ik denk Graafschap uit was een goede wedstrijd van ons. We hebben ons ding gedaan. We kwamen achter, hebben die tegenslag overwonnen. En zijn doorgegaan en uiteindelijk met een puntje weggegaan. Dus als we die lijn kunnen doortrekken. Ja, hebben we vaak gezegd, dat weet ik ook. Maar laten we hopen dat het kwartje valt nu de laatste 9 wedstrijden. Ja, die beginnen dan tegen Helmond Sport. En dat is een tegenstander die wel bekend verondersteld mag worden na 3 eerdere wedstrijden. Wat voor ploeg is dat? Volgens mij een ploeg die zich redelijk ontwikkeld heeft. Hè. Als je kijkt sinds het begin van het seizoen. We speelden van een oefenwedstrijd. Die wonnen we volgens mij redelijk makkelijk. De bekerwedstrijd was ook voor ons. Maar goed, de competitiewedstrijd uit kwamen ze ineens heel erg goed voor de dag. Wij kwamen ook volgens mij best belabberd voor de dag. Dus wat dat betreft lag het natuurlijk ook aan onszelf. Maar wat ik net al zei, op papier moet je hem winnen. Maar goed, op papier win je bijna elke wedstrijd. Alleen we moeten het gewoon zondag laten zien.